Een hele goede morgen op deze woensdag. Het is 8 mei. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is volgens mij nu 10:15, zoiets. 10 voor 10:30. We zijn er om 10:30. Vandaag wordt de vaatwasser dus geplaatst. Die ga ik jullie zometeen eventjes laten zien. Dus die wordt vandaag neergezet. Ik heb hem al in huis. Ik heb hem uiteindelijk zondag al binnengekregen. Ik wilde hem eigenlijk maandag laten bezorgen, maar toen zat de bus al vol. En dinsdag kon het niet, want ik moest boodschappen doen. En ik had hem bij Coolblue besteld en je kunt geen tijd van kiezen. Dus je kunt gewoon kiezen van dan komen ze door de week tussen 17:30 en 17:30 bezorgen. Maar je kunt dus niet aangeven, joh, ik heb het liever in de middag of ik heb het liever in de ochtend. Hun besluiten dat. Je krijgt s'avonds rond 10 uur krijg je een tijdsvak waarin ze komen. Dat tijdsvak was bij mij van 14:30 tot 17:30. En dan krijg je later, ergens in de nacht, krijg je een e-mail met het precieze tijdsvak van een uur. En bij mij was die uiteindelijk van 16:30 tot 17:30 dat ze konden komen. Nou, ja, helemaal prima. Dus ja, vandaar dat ik het nu op zondag moest laten doen. Omdat ik gewoon, ja, omdat het anders gewoon niet ging, omdat die maandag dus vol zat. Dus nou, dat is allemaal gelukt. Die is gekomen. Uiteindelijk waren ze er om 15:50. Dus we hebben heel netjes gebeld. 15:15 van tevoren dat ze onderweg waren. Dus dat was allemaal heel netjes. Dus die is aangekomen. Dus die staat nu sinds zondag hier in de woonkamer. Ik vroeg ook van, goh, kun je hem daar neerzetten? Ja, helemaal geen probleem. Was helemaal goed. Dus nou, prima. Maar die gaan we straks plaatsen. En dan wordt ook de kookplaat verschoven. Dus dat is wel heel fijn. Ik heb gisteravond gekeken naar Goede Tijden, naar Kees van der Spek. Was ook wel weer, ja, ook wel weer heftig, maar ja, hoort er vaak een beetje bij. Hè? Het zijn soms wel heftige zaken, maar het was op zich wel weer mooi. Daarna heb ik even een spelletje gedaan en toen ben ik mijn vlog af gaan maken. Ik heb een foto's bewerkt voor mijn blogpost. Die staat klaar. Dan zijn foto's, ik moet nog schrijven. En toen heb ik wat foto's bewerkt voor het artikel van vrijdag. En toen ben ik Baby Reindeer gaan kijken. Vanavond de laatste aflevering. Dus ik ben benieuwd hoe het eindigt. Was gisteravond ook wel weer heftig. En daarna nog even zie je zij. Toen ben ik heel eventjes nog mijn boek gaan lezen. Ik heb hem uitgelezen. En toen ben ik daarna ook eigenlijk wel geslapen. Ik was ook best wel moe. Dus ik merk nu ook wel dat ik een beetje moe ben. Maar dat komt dat ik 2 dagen achter elkaar dan vroeg uit bed ben voor mij doen. Want ik ben dat niet gewend. Ik heb ook eventjes helemaal achter schoongemaakt voor de vaatwasser zou komen. De hele stenen muur heb ik gedaan. Maar ook de vloer, er zaten wat plekken op. Dat ga ik jullie sowieso laten zien. Maar ik ga jullie zo eerst eventjes de vaatwasser laten zien. Want ik denk niet dat er vandaag heel veel is waar ik jullie bij kan meenemen. Maar laat ik in ieder geval zien hoe ik dat heb schoongemaakt. En dan zien jullie uiteindelijk later uiteraard het resultaat. Dus ik ga nu denk ik even stofzuigen. Of zal ik het straks doen? Nou, even kijken. Ik ga zo in ieder geval eventjes wat doen. En dan zie ik jullie later weer. Nou, hier is hij dan. De vaatwasser. Je ziet nu de achterkant. Ik zal hem even aan de voorkant laten zien. Ik heb een Beko en hij telt dan ook, laat ook zien hoe lang het duurt, zeg maar, voordat je vaat klaar is. Dat vind ik zelf wel heel handig en dan heb je hier gewoon allemaal standen en zo. Dus hoe dat precies werkt, weet ik ook nog niet. Dus dat is ideaal als je hem dan gewoon open doet. Dan heb je hier gewoon ja, de mandjes. Dat gaat nu natuurlijk allemaal nog niet zo soepel, omdat hij net nieuw is. Nou ja, gewoon al die dingen. Ik zal dit er even weer terug in doen. Dus daar ben ik wel heel blij mee met de vaatwasser. Dus ja, die gaat straks op zijn plek gezet worden. Dus ja, super blij mee. Met het oog op de vaatwasser die dus komt woensdag of geplaatst gaat worden, wil ik dit ook even schoonmaken. Want dan is het gelijk schoon en ook even die vloer. Ik ga dat eventjes nu gewoon eventjes... ja, schrobben. Dus dat ga ik eventjes doen. Het kan zijn dat de wasmachine verplaatst wordt. En dan kan ik het daarachter ook nog doen. Maar die krijg ik nu zelf denk ik niet naar voren. Moet ik even kijken hoe ver dat lukt. Dat ga ik nu even doen. Thank you.
Nou, dit is dus helemaal lekker schoon. Echt allemaal gedaan. Ook helemaal achter de wasmachine. Dit is allemaal lekker schoon. Ik kan nog even het dweltje doorheen halen. Dit is schoon. Dus dan is alles klaar als de vaatwasser er kan staan. Dus dan is dat lekker weer gedaan. Geeft wel een lekker gevoel ook zo. Oké, inmiddels ben ik weer alleen. Ja, het was best wel veel werk, maar er is echt wel heel veel gebeurd. Ik ga het jullie zo laten zien. Het is nog niet helemaal klaar, want ik moet zelf nog even verder. De koffiezetapparaat en alles moet nog terug, maar dat ga ik vanavond even doen. Dan kan ik even verder met schoonmaken. Ik wil zo eerst even lekker relaxen, want ik heb echt heel erg last van mijn rug. Maar ik ga jullie eventjes laten zien hoe het er nu uitziet. De wasmachine, die staat nu hier. Die is verplaatst. Dan staat hier de vaatwasser. Die heb ik ook al gelijk vaat in gedaan. Wat heb ik hier nou? Kijk, die heb ik ook al een beetje gevuld. Dus dat, dan staat hier de prullenbakken. Maar ik vind ze eigenlijk net te groot nu voor hier. De kast is opgeschoven. Dus die staat nu hier. En hier staat nu mijn kookding. Maar ik moet even alles nog schoonmaken. De airfryer staat er al wel, maar de rest staat er allemaal nog niet. Dus daar moet ik nog even mee verder. Dus dat ga ik straks nog even mee verder. Maar eerst dus wat ik zou eventjes lekker relaxen. Dan laat ik morgen wel even zien hoe het aanrecht er dan uitziet. Maar dit is het tot nu toe. Nou, ik ga nu in ieder geval, dus wat ik al zei, eventjes lekker relaxen. Want ik ben echt een beetje moe, last van mijn rug en zo. Dan ga ik straks nog eventjes verder en laat ik jullie morgen het resultaat zien. Vanavond kijk ik gewoon Goede Tijden en daarna Steenrijkstraat Arm. Ik ga nog even spelletje doen. De vlog inplannen, blogpost schrijven. Ik ook nog even wat foto's bewerken. Dan ga ik de laatste aflevering kijken van Baby Reindeer. En dan ga ik nog even CSI kijken. En dan ga ik naar bed ook een nieuw boek uitzoeken. Dus dat wordt het. Dus niet zo heel veel gezien vandaag. Ik moest even naar de praxis. En nou ja, goed, dat allemaal gedaan. Maar goed, ik ga nu echt eventjes in de relaxmodus. Want ik merk nu echt dat mijn lichaam het even niet meer zo leuk vindt. Dus bij deze zeg ik echt tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag 9 mei. Ik ben klaargemaakt. Het is vandaag natuurlijk Hemelvaartsdag. Nou ja, ik doe nooit iets speciaals op dat soort dagen. Maar voor heel veel mensen zal het lekker zijn een extra dagje vrij. En sommigen maken er misschien ook wel een lang weekend van. Ja, als je dat kan, waarom niet? Nou, ik was gistermiddag eigenlijk al best wel moe natuurlijk. Dus ik ben even lekker op de bank gegaan. En toen heb ik gisteravond gewoon eventjes de keuken afgemaakt. Ik zal straks even laten zien hoe dat eruit ziet. Er zijn nog even een paar kleine wijzigingen die ik wil uitvoeren. Wat ideetjes die ik heb gekregen, maar ik moet even kijken of alles lukt. Het een, dat is gewoon heel simpel, maar het ander moet ik eventjes bekijken of dat lukt. Kom eens, muis. Maar ja, dat is nu natuurlijk wel heel lekker, want ja, ik kon nu gewoon eigenlijk mijn afwas in de vaatwasser stoppen en dan ben je een stuk minder lang bezig met opruimen. Dus dat was wel heel lekker. Toen heb ik gisteravond eigenlijk gewoon gekeken naar Goede Tijden en Steenrijkstraat Arm. Dat was wel een mooie uitzending. Daarna nog wel even een spelletje gedaan en ja, toen ben ik eigenlijk mijn blogpost gaan schrijven en heb ik mijn vlog geüpload. En heb ik nog wat foto's bewerkt voor de blogpost van morgen. Want dat is altijd wat meer werk, omdat het een trend limited editie is met meer producten. Nou, toen ben ik de laatste aflevering van Baby Reindeer gaan kijken. En ja, ik moet zeggen, ik vond het wel een goede serie, maar ik begrijp ergens niet alle acties die deze man uitvoerde. En dan denk je, dit is natuurlijk waar gebeurd. En dan ga ik eraan denken. En ik kan er natuurlijk geen voorstelling van maken. Maar ik ga denken van, oh, hoe zou ik reageren als ik een stalker zou hebben. En het zou in zo'n erge mate zijn zoals deze man had. Ik zou alleen maar denken, ik zou niet het contact met zo iemand opzoeken. Maar je zag toch dat hij op de een of andere manier zich op een gegeven moment gewoon, ja, zo gezien voelde door die stalker en zoveel aandacht kreeg dat hij er ergens ook van genoot. Omdat hij, ja, dus ook wat dingen had meegemaakt. Maar ik kon hem ook niet altijd even peilen en dat maakte het wel lastig. Ik vraag me ook heel erg af, uiteindelijk die stalker, dat is dus allemaal wel tot een eind gekomen. Ik vraag me af of hij het kan bedwingen om uiteindelijk niet het contact ook weer op te zoeken. Omdat je dus op het laatst ook zag dat hij dus
ook echt gewoon de voicemail bleef beluisteren. Hij had een hele muur gemaakt met alle e-mails en dat soort dingen. Misschien dat hij het nu ook af kan sluiten omdat er een serie van online is gekomen. Het is inmiddels wel alweer een aantal jaar geleden. Maar ik vraag me toch af of hij sterk genoeg is om het te bedwingen. En of dat... Kijk, ik denk dat zij ook opnieuw weer in de fout gaat. Is het niet met deze man, zal het wel weer met een volgend iemand zijn. Want er is gewoon wat mis met deze vrouw. Maar goed, het is op zich wel een aanrader om te kijken. En misschien heb jij hem gezien en denk je, ja, ik snap zijn gedachtegang wel, maar ik kon hem niet echt meten. Daarna heb ik nog even CSI gekeken, vond ik ook best wel ja, spannend en ook wel heftig ergens. En toen ben ik naar bed gegaan, heb ik nog wel even een nieuw boek gelezen, maar niet zo heel lang, want ik merkte gewoon dat ik heel erg moe was. En ik dacht, nou weet je, ik ga gewoon slapen, dan ga ik het gewoon morgen weer proberen in de hoop dat ik weer iets... Ja, fitter ben. Ik had natuurlijk nu 2 dagen achter elkaar dat ik wat vroeger uit bed moest. Ik ben dat zelf niet gewend. Ja, als jij een ochtendmens bent, denk je misschien heerlijk. Ik hou er niet van. Ik ben geen ochtendmens. Ik heb het liefst ook mij niet bellen in de ochtend, want het is gewoon niet mijn ding. Maar goed, dat is ieder voor zich. Ik heb nog 2 pakketjes binnen. Die ga ik eventjes laten zien aan jullie. Die had ik dinsdag al binnengekregen, maar die kwamen iets later binnen als de andere pakketjes die waren gekomen. Dus ik dacht, nou, dan laat ik ze donderdag wel eventjes zien. En dan ga ik eventjes hier de boel schoonmaken en dan ga ik straks weer even verder met het maken van de potloodtekeningen van de nieuwe potloden. Daar ga ik jullie dan eventjes bij meenemen. En ik laat natuurlijk nog even een update van de keuken zien, maar ik zal eerst even de pakketjes erbij pakken. Mocht je denken, heb je nou ineens een shirt aangetrokken, dan heb je gelijk. Die andere zat een vlek in, zag ik net. En ja, ondanks dat ik gewoon vandaag thuis ben en ook geen visite krijg of zo, voel ik me zo lekker om zo'n vlek aan te trekken. Geweest, want ik had nog wat dingen niet bij voor de vaatwassen. Nu heb ik vaatwaszout gekocht van Proxomatic. Dit was de goedkoopste die ze hadden. Deze was 99 cent. En hey, moet dit er in 1 keer in, joh? Nee, toch? Nee. Nou, ik moet even kijken hoe dat erin moet. Maar dit, want hier staat al pas in 1 keer in de vaatwasser. Nou, je kan toch niet zo'n hele doos in voor je lijkt me. Maar moet maar eventjes kijken. Ik heb glansspoelmiddel. Spoelglans. Wat eigen merk. Dat moet ik er ook nog even in doen. Want dat is wel handig. En ik had nog eventjes mondwater meegenomen. Ik heb hem nu even van Derlon gekocht. Ik koop hem normaal altijd bij de Lidl. Maar ik had niet meegenomen dinsdag met de boodschappen. En toen dacht ik ineens, oh, ik weet eigenlijk niet of ik het nog red. Dus die heb ik daar eventjes ook gekocht. Even de pakketjes. Ik heb hier allereerst een pakketje van het Kruidvat. Je had vorige week vrijdag, had je namelijk een actie dat het 1 plus 1 was. Op de fragrance mist. Eigenlijk gewoon de body mist. En nu hebben ze dus een body mist uitgebracht van Treacle Moon. En daar heb ik dus een 1 plus 1 actie van gedaan. Ik heb allereerst deze. Ik ben heel erg fan van Treacle Moon. En ik was al heel erg benieuwd. Er zit in zo'n flesje ook gewoon 150 milliliter. En hij is gemaakt van 95% natuurlijke ingrediënten. Dus het leek me heel lekker. Dit is de Sunny Brazilian Love. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dus dat is deze. En ik heb dan ook de Frosted Candy. Deze. Dus ik ben heel erg benieuwd. Tijgertje, doe dat even niet. Dus die, dat was dus 1 plus 1. Ik weet niet meer wat ze normaal dus kostte. Maar ja, ik kreeg nog een setje met armbandjes bij. Dat is eigenlijk voor moeder en dochter. Dus je hebt 2 armbandjes, maar wel gewoon schattig. Dat die hand dan gewoon kan die voor de ja, die grote kan ik natuurlijk gewoon om. Misschien die kleine ook nog wel. Ik heb natuurlijk niet heel brede polsen. Maar ik vind het wel leuk. Het is uit goud of zilver, maar het is zilver gekomen. Dus dat. En dan heb ik een pakketje van de Boozy Shop. Want er was weer een nieuwe lijn van Catrice uit. En die heb ik ook gelijk eventjes gekocht. Ik heb een monstertje. Even kijken. Dat is schattig. En Energy Ampul. Die zat erbij. Gewoon een klein zakje waarin de vloeistof zit. I'm From staat erop. Beat Energy Ampul. Ja,
Hoe het verder werkt, dat weet ik niet, want het is allemaal Chinees. Nou, dat gaat hem niet worden, maar die zat er dus bij. Het gaat natuurlijk om de producten. Ik weet even zo niet hoe de lijn heet, maar dat gaan we zo eventjes zien. Iets met Joy in ieder geval. En hij ligt ook al snel in de winkel nu. Ik probeer even alles eruit te halen, zodat ik het een beetje... Dit is de Generation Joy collectie. En ik heb hier het oogschaduwpaletten. En die ziet er dan zo uit. Kijk, met deze kleurtjes. Heel leuk. Spiegeltjes wederom weer afgeplakt. Deze heeft de naam C01 Show It Off gekregen. Ik ga uiteraard van deze collectie ook weer een video maken. Dan hebben ze ook twee mascara's uitgebracht. En dit zijn gekleurde mascara's. En dat vond ik wel grappig. Een blauwe en een rode. De rode heeft de naam C01 Real Rosewood. En dat is wel leuk om een beetje mee te experimenteren. Ik dacht ook wel leuk voor de video. En de blauwe heeft de naam C02 Blue gekregen. En blauwe mascara heb ik vroeger wel eens gedragen. Dus dat vind ik wel leuk. Even kijken of het er een beetje uit kan schudden. Dat zou natuurlijk wel handig zijn. Oh ja, ik kreeg ook nog een gratis kwastje trouwens. Hop, kom. Hup, hop, hop, hop. Dan hebben we ook nog een Magic Skin Perfector. Dat is deze. Ik ga ervan uit dat die nu nog dicht zit. Uiteraard gesield. Heeft deze een naam? C01 Embrace Yourself. Dus dat is die. Dan hadden ze ook twee. Deze laat ik even dicht. Ik zal die eventjes het plaatje van in beeld zetten. Dan moet ik ze eerst weer open gaan snijden. Daar heb ik niet zoveel zin in. Blush Lighter Sticks. En dan heb ik allereerst deze. Daar laat ik dus eventjes het plaatje van zien. Met de naam... Zie ik niet staan. Hey, wat is dit? Hij heeft vast de naam, maar het staat niet op de verpakking. Dus die. En ook nog deze. Ik zal de namen dus even in beeld zetten, want die staan er niet op. Dan hebben ze drie liplijnertjes. Hé, dat is niet fijn. Wacht even. Die zit nu vast. Nu is die los. Drie lipliners. En ik ben dol op lipliners. We hebben allereerst de C01 True Tangerine. Die ziet er zo uit. En dit is dan het potloodje. Dus ziet er goed uit. Zijn fijne potloodjes. Dan hebben we de C03 Bold Berry. Dat is deze kleur. En de C02 Real Rosewood. Dat is dit kleurtje. En er zijn dan ook drie lipsticks bij. Waar liggen die allemaal? Hier. En die hebben dan dezelfde namen als die potloden, want die passen dus bij elkaar. Dit is dan die Real Rosewood. Zitten ook nog dicht. Ik zal daar ook even plaatjes van die beeld neerzetten. Dat is misschien wel verhandeld. Dus dat is die. Dan hebben we hier de True Tangerine. Ik vind het leuke hulzen ook hoor. En dan de 3 Bold Berry natuurlijk. Op de onderkant staan ook nog de dingen. Dus als je iemand bent die het fijn vindt om zo'n lipstick onderop te zetten, dan kun je erboven hier ook zien wat de naam is. Dat is die collectie. Ik ga even opruimen, dan ga ik een muziekje aan doen, dan ga ik hier even schoonmaken. En dan neem ik die straks even mee bij de potlood dingetjes. En dan kunnen we, als die af zijn, kan ik ook even vergelijken wat de kleurveranderingen zijn. Het gaat dus over die potlood die ik laatst had uitgetest in een video. Maar ik denk niet dat het vandaag afkomt, dus we gaan het gewoon even zien. Hier hingen die planken en die is nu weg, waardoor ik dus nu en ook mijn apparaat voor mijn keukenrol en zo hing hier. Waardoor ik dus nu hier allemaal gaten heb, die moet ik nog even opvullen. Dat ga ik ook zeker doen. Ik moet alleen even kijken of mijn muurvulling nog goed is. Nou heb ik hier nu de pannenlappen en mijn handschoentjes hangen voor de oven en zo. En hier gaat dan ook mijn... schort gehangen worden. De kast is dus verplaatst. Die staat nu ook vast tegen de muur. Mijn vader zegt dat is veiliger. Dus die heeft hem vastgezet. Die staat nu zo. Ja, hier is Mickey. Die zit nu op het aanrecht. Hier heb ik dus nu mijn messen staan. En mijn waterkoker. Mijn senseo.
en mijn airfryer. Nou zit ik eigenlijk te denken om misschien hier nog op plank te maken. Maar ik moet even kijken of dat een optie is. Zodat de waterkoker erop kan. Want ik heb ook nog heel erg de wens voor een blender. En dan zou dat er ook op kunnen. Maar ik moet even kijken of dat wat mooi wordt. Hier ga ik trouwens een verlengsnoer neerleggen. Want ik zit nu met mijn snoeren. Wat het allemaal net niet handig maakt. Dan heb ik een hele mooie zwarte gezien bij de Lidl. Dus ik wil even kijken of ze die nog hebben. Nou, wat ik ook wel heel handig vind van de vaatwasser. Kijk, ik zet hem zo maar eventjes gewoon aanzetten. Even indrukken. Kijk, hier zit een tijd in. Dus ik zie ook gewoon, als ik bijvoorbeeld D doe, duurt die 2 uur en 54 minuten. Ik weet alleen allemaal niet wat dit betekent. Moet ik eventjes nakijken. Maar dan weet ik gewoon, ja, niet doen, dat het, hoe lang het duurt. En dat vind ik echt ideaal, maar hij kan nu uit. Dan hangt hier nu mijn rek met allemaal mijn, ja, mijn lepels en dingen. Hier staat nu deze plank. Dan heb ik hier mijn, hoe heet het hangen? Mijn luchtverfrisser. Dit plankje met wat dingen die ik allemaal heb. Of dat bakje vind ik altijd heel makkelijk. En hier hangt nu mijn keukenrolhouder. En hier zie ik bijvoorbeeld ook een gaatje. Dat moet ik allemaal even dichten. Maar zo is de keuken dus nu geworden. Dus dit is echt wel heel fijn. En dan heb ik hier bijvoorbeeld veel meer ruimte om, ja, ook als ik groenten moet snijden of zo. Of vlees moet snijden om dat allemaal te doen. Dit gaat nog even de vaatwasser in. Daar moet ik dus heel erg aan wennen dat ik nu alles direct de vaatwasser in doe. En ik moet dit allemaal nog even opruimen. Maar zo ziet het er nu uit. Dus ik ben er heel blij mee. Zo, ik heb alles weer lekker klaar. Het was wel even heel lekker om ook door de woonkamer heen te gaan. Vooral na al dat klussen. Maar omdat we gisteren dus moesten... Er moest zeg maar een dubbel pijpje gemaakt worden bij mijn afvoer. Waar dus zowel de wasmachine en de afwasmachine in konden. Maar er kwam dus blijkbaar zoveel water uit. En dat was zo aan het stinken. En we hadden de deur al wel opengezet. En op een gegeven moment ook het raam. Omdat ja, het best wel warm werd. Maar het water, dat rook zo vies, dat we dus echt, dat rook ik gisteravond dus nog, dat water. Dus ik hoop dat het nu een beetje weg is. Ik had gisteren al wel even gedweld in de keuken sowieso, maar ik heb het nu gewoon weer even gedaan. Zodat alles echt weer fris is. Ik heb nog eventjes een 30 graden was erin gedaan met het kleedje van de katten en het kleed hier. Want ik zag een vlek die ik er niet uit had gekregen in de hand was. Nu hebben de katten net lekker eten gehad. Toch nog eventjes alvast één blaadje klaar met de potloodkleuren. Ik had niet verwacht dat ik het nog klaar zou krijgen. Want ik dacht, nou, ik was nog best wel eventjes bezig met schoonmaken. Maar het is uiteindelijk gelukt. Dus dat was wel heel fijn. Nu ga ik zometeen eventjes lekker relaxen.
Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Ik ben wel heel benieuwd. Ik ga morgen dus voor het eerst weer echt koken met gas. Want ik heb vandaag nog gewoon airfryer eten. En dan ga ik morgen echt weer gewoon gezond koken. En dan ga ik ook het gas voor thuis proberen. Ik ben wel heel benieuwd hoe dat bevalt nu die daar staat. En ja, ik ben gewoon al wel heel blij dat ik nu gewoon veel meer ruimte heb op mijn aardig. Zei ik echt van, oh, had ik dit maar eerder gedaan. Maar ja, dat is altijd achteraf. Want het bevalt nu natuurlijk zo goed. Nou, vanavond kijk ik wel gewoon goede tijden. Maar je hebt verder is het heel veel herhalingen. Dus ik denk dat ik even een koken zonder kijken ga aanzetten. Maar ik wil wel even in de gaten houden. Want Nederland moet natuurlijk vanavond voor het Songfestival. En ik wil Nederland wel even zien. De rest dat interesseert me eigenlijk niet zo heel erg. Maar Nederland wil ik wel even zien. Want ik ben wel heel benieuwd of dat ze natuurlijk doorgaan. En of dat, ja, hoe de act er nu uiteindelijk uitziet. En hoe het er op het podium uitziet. Dus dat vind ik toch wel, ben ik wel benieuwd naar. Nou, verder ga ik de foto's afmaken met bewerken. Misschien alvast wel een stukje van een blogpost schrijven. Moet ik even kijken hoe ver ik kom. Dan ga ik een nieuwe Netflix-serie uitzoeken. En ik heb nu eigenlijk nog echt geen idee wat ik wil gaan kijken. Dus daar moet ik gewoon eventjes op letten. En dan ga ik nog even CSI kijken. En dan ga ik lekker naar bed. En hoop ik dat ik nu iets langer van mijn boek kan genieten. Want het is wel een heel leuk boek wat ik al zo zag. Die paar bladzijden die ik had gelezen. Dus ik heb wel zin om door te lezen. Ik ben in ieder geval weer heel erg blij. Ik ben ook gewoon zo blij met die vaatwasser. Ik merk gewoon wel echt, ik moet wel heel erg wennen. Ik moet nog even de stickers eraf halen. Dat ik bijvoorbeeld, ik was natuurlijk altijd gewend, als ik iets had gebruikt, hup, ging het zo mijn gootsteen in. Maar ja, nu kun je het eigenlijk gewoon gelijk in de vaatwasser doen. Ik denk wel dat die morgen al wel aankan. Want ik had nu gelijk even wat dingen erin gedaan die een beetje, die niet zo fris waren. Dus ik denk, nou, dat doe ik er gelijk in. Dan kan het gelijk goed gaan. Want ik had gisteren dan zo'n suizenbroodjes en die had ik warm gemaakt. Ik vond het ook allemaal een beetje pikkerig. Ik denk, nou, hup, het gaat gelijk de vaatwasser in. Ideaal. Dus ik ben heel erg benieuwd. Maar ik zal jullie in de vlog wel een beetje up-to-date houden. Hoe het allemaal gaat en ja, hoe het bevalt. Maar ik heb er nu in ieder geval heel veel plezier. Want hij heeft er nog niet eens gedraaid. Goed, ik ga even wat drinken en dan ga ik even lekker relaxen. Dus dan zeg ik bij deze gewoon tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 10 mei. Ik ben klaargemaakt. Ik ga heel even kijken hoeveel graden het is. Want het is wel 21 graden, maar ik had net gewoon alleen een t-shirtje aan en ik had kippenvel. Dus ik heb er toch even een vestje overheen aangetrokken, want ik dacht, nee, kippenvel, dat wil ik ook niet. Het is alleen een beetje gek met dat bondrandje, want dat doet een beetje winters aan, maar dat voel je verder niet. Maar ik had gewoon, ik had het een beetje koud, dus ik dacht, nee, we doen toch even een vestje eroverheen aan. Ik heb gisteravond allereerst gekeken naar Koken zonder kijken, naar Goede Tijden. Want verder, de dingen die op televisie waren, waren grotendeels herhaling. Omdat natuurlijk het Songfestival op televisie was. Ik had even uitgezocht hoe laat Nederland moest. Ik wist dat Nederland als laatste aan de beurt was. Dus ik had even opgezocht van hoe laat is dat ongeveer. Dat was rond 10:30. Dus rond die tijd ben ik naar het Songfestival gezept. En ik moet zeggen, ik had kippenvel. Ik vond het eigenlijk wel heel erg mooi. Er was eigenlijk aangekondigd, het wordt een hele spectaculaire act. En ook omdat Stefano Keizers erachter zat. Ja, hij noemt zich inmiddels weer Donnie Ronnie. Hij verandert nog wel eens van naam. Ik dacht, die is ook een beetje excentriek. En dat heeft Joost Klein ook wel. Dus ik denk, nou, het wordt vast heel spectaculair. Spectaculariteit. Ja, ik had misschien een heel klapstuk verwacht wat niet kwam. Maar dat lag misschien aan mij. Maar hij ging optreden en ik vond het eigenlijk gewoon super goed, waardoor ik echt ook wel kippenvel kreeg. Nou ja, goed, dan is het op een gegeven moment natuurlijk wachten op de uitslagen, wat echt super lang duurt. En Nederland is door! Ze werden als derde genoemd, dus dat is wel heel erg tof. Dus morgen de finale voor Nederland. Ik ga er niet vanuit dat Nederland wint. Heel veel mensen roepen, ja, Nederland wint dit. Ik denk ook wel dat de gunfactor misschien naar Israël gaat voor wat er allemaal speelt. Dat hebben we toen ook al gezien met Oekraïne natuurlijk. Maar ja, we moeten het maar zien. We moeten het afwachten. Hij zakt wel steeds meer in die bookmakers. Hij heeft zelf een diss track gemaakt naar de bookmakers. Dat het allemaal hem eigenlijk niet kan schelen wat die bookmakers ervan vinden. Of dat heel slim is, weet ik niet. Maar ja, ik was wel heel blij dat Nederland dan toch naar de finale moest. En ja, net wat ik zeg, ik vond het echt wel een kippenvel moment. Dus ik vond het wel heel, ja, heel mooi wat dat betreft. Nou, ik heb daarna mijn foto's helemaal bewerkt. Dat is allemaal klaar, maar ik had een beetje moeite.
om de foto's die ik had gemaakt als ik de make-up draag naar de computer te importeren. Daar had hij een beetje last van, daar wou niet echt meewerken. Dus ik heb er een paar maanden naar mezelf gemaild, wat uiteindelijk lukte. Maar ik moet wel even kijken dat ik dat wel even voor mekaar kreeg. En er moeten nog even twee nieuwe gemaakt worden, want die waren niet helemaal duidelijk. Daarna ben ik met een nieuwe serie gestart op Netflix. En ik zal heel even kijken hoe die heet. Kijk gewoon even de Netflix-app. Dat is net zo makkelijk natuurlijk. Stond ook in de top 10 lijst, dacht ik. Had een hoge matchscore. Het is wederom een miniserie. En die serie, ja, hij is even aan het laden hoor, heet Botkin. En ik weet nog niet zo heel goed wat ik hiervan vind. De eerste aflevering, ik vond het allemaal eerst een beetje moeilijk op gang komen. Op het einde werd het dan wel spannend. Dus nou ja, we gaan het wel zien wat het brengt. Het is ook weer een beetje, ja, het is ook wel een beetje, volgens mij een beetje thrillerachtig. En op zich kan ik dat wel waarderen. Dat was natuurlijk Baby Reindeer ook. Dus we gaan het zien. En daarna nog even Zie je Zij. Dat was wel weer een hele mooie aflevering. En toen ben ik naar bed gegaan, heb ik nog heel even gelezen. Iets langer als woensdag, maar het was nog niet lang genoeg, omdat ik toch wel merkte dat ik nog een beetje moe was, maar dat komt vanzelf goed. Ik ga zo de slaapkamer lekker doen, lekker mijn bed verschonen en zo, dus lekker weer een schoon bed vanavond. Kan ik heel erg van genieten en dan ga ik jullie bij meenemen. Ik ga de vaatwasser even aanzetten, de was in de droger en dan zijn we wel weer een beetje rond. Dus dat is voor nu de planning, dus ik neem jullie mee. Vaatwasser draait nu en het valt me echt op hoe stil hij is. Als dit het geluid is wat hij produceert, nou dat vind ik echt heel zacht. Dus ja, dat vind ik eigenlijk wel heel goed dat hij gewoon echt heel weinig geluid produceert. Daar ben ik wel echt heel blij mee. Je hoort hem bijna niet. Zo, ik ben klaar. Het persje is uiteindelijk toch uitgegaan. Ik kreeg het toch wel warm. Maar goed, ik heb lekker alles klaar. En het gewoon het idee dat ik vanavond lekker in een schoon bedje kan en lekker kan uitslapen vind ik wel echt heerlijk. Tijgertje die wilde net niet eten, dus die heb ik nu even ervoor op tafel gezet en hoop dat ze nu toch wat gaat eten. Ik weet niet, ik denk dat ze gewoon eventjes moet laten en hoop dat ze gewoon lekker wat toch gaat eten. Ze hebben ook gewoon harde brokjes hoor, dit gaat gewoon puur om het zachte voer wat ze nu niet weg eet. Maar nee, ze vindt het niet interessant, ze loopt erbij weg, dus ik weet het ook niet. Ik heb de droger nu aanstaan, want ik had de handdoeken gewassen. Die is al bijna klaar. Nou, de vaatwasser moet ongeveer nog een uurtje. En dat is ook wel lekker. Dan kan vanavond gelijk de vaat naar het koken erin. Ik ben wel benieuwd, want ik ga dus vanavond voor het eerst echt weer koken om mijn gasten of mijn fornuis. Ik ben wel heel benieuwd hoe dat nu gaat, nu ik daar hem heb staan. Dus, maar verder ben ik wel heel blij dat alles weer lekker schoon is. Ik ga nu zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en dus lekker eten koken.
Vanavond heb je het vervolg van The Passion. Dus dat ga ik even kijken. Eigenlijk was het gisteravond, maar het is dus een dag verplaatst in verband met het Songfestival. Dus dat ga ik even kijken. Nu nog wel even een spelletje doen. Dan ga ik de video in elkaar zetten en mijn blogpost schrijven. En dan ga ik weer kijken naar Botkin. En daarna weet ik het eigenlijk nog niet, want ja, Swings is afgelopen. Dus gaan we even kijken of ik nog wat anders leuks zie. En daarna ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. Dus dat wordt verder de avond. Nou ja, ik heb jullie dus net even laten zien hoe stil de vaatwasser is. Dat is echt, ja, het verbaast me echt. Want er stond bij de reacties dat mensen zeiden, ja, hij geeft heel veel geluid. Nou, als dit het geluid is wat er afkomt, dan ben ik heel tevreden. Want ik vind hem echt heel stil. Het drogen maakt meer geluid. Maar goed, dus dat is allemaal heel fijn. Ik ben dus heel benieuwd hoe het er straks allemaal uitkomt. Maar ja, het was ook de eerste keer, dus ik moet ook eventjes allemaal helemaal wennen hoe dat allemaal werkt natuurlijk. Ik ga nu in ieder geval eventjes lekker wat drinken en jullie morgen dan zien. Want nu ga ik verder niks doen. Dus bij deze zeg ik tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 11 mei. Ik ben klaargemaakt en laten we maar gelijk even doorgaan naar het nieuws van vandaag. Ik vertelde jullie gisteren super blij, want Nederland is door naar de finale van het Songfestival. Ik was natuurlijk erg onder de indruk van het optreden. En vanmiddag is het bericht binnengekomen dat we gedisqualificeerd zijn. Joost mag niet optreden vanavond. Er is wat gebeurd. Wat daar precies gebeurd is, dat is niet duidelijk. Het begon gistermiddag al wel bij een persconferentie. Hij gaf ook niet echt duidelijk antwoord op een vraag. Er was op een gegeven moment een vraag en het was heel lang voordat hij daar überhaupt een antwoord op gaf. Het was echt zo, ja, dat kan je beter aan de EBU vragen. Hij zat ook de hele tijd met zijn hoofd onder de Nederlandse vlag. Dus je zag helemaal geen hoofd. Je zag een lijf en je zag een vlag. Althans, een rood gedeelte van de vlag. Op een gegeven moment wordt er een vraag aan Israël gesteld en dat was een beetje in de trant van dat zij misschien haar deelname ook een gevaar zou kunnen vormen voor de overige deelnemers, omdat er natuurlijk oorlog is. Dus er zat een woordvoerder naast het meisje en die zei tegen haar, je hoeft hier geen antwoord op te geven. Dus Joost komt met zijn hoofd onder die vlag vandaan en die vraagt, ja, maar waarom niet? Nou ja, goed, uiteindelijk heeft zij daar wel antwoord op gegeven. Toen zijn gistermiddag gingen de repetities weer van start. In eerste instantie werden alle attributen die nodig zijn bij zijn optreden het podium opgereden. En eigenlijk net zo hard werden ze er weer afgehaald. En hij mocht niet op, hij mocht niet zingen. Veel boegeroep vanuit de zaal. En wat is er toch aan de hand? Dat is heel lang onduidelijk geweest. Het is nog steeds niet duidelijk. Er doen dus verschillende verhalen de ronde. Ik heb een verhaal gelezen over dat iemand een opmerking zou hebben gemaakt over zijn ouders. En dat hij daardoor fysiek zou zijn geworden. Maar ik weet natuurlijk niet of dat waar is. Dat zijn de verhalen die je nu hoort. Er zou ook een verhaal zijn geweest dat hij gedrag zou hebben vertoond tegen een vrouw en dat dat niet getolereerd werd. We weten dus niet wat er aan de hand is. Gisteravond hebben ze ook weer opgetreden en toen hebben ze dus, mocht hij weer het podium niet op, toen hebben ze er dus voor gekozen om zijn optreden van donderdagavond uit te zenden. Hele zaal ging helemaal los. Maar het was nog steeds wachten van wat gaan ze dus nu beslissen. Er schijnt politieonderzoek te gaande te zijn. En er is dus nu besloten dat hij niet meer mee mag doen. Dus ja, ik ga ervan uit dat hij vandaag of morgen wel weer terug in Nederland zal zijn. Ja, en ik denk niet dat we überhaupt ooit achterkomen wat daar nou gebeurd is. Want degene die dat wel weten, en dat zal Joost zijn en degene met wie dit voorval heeft plaatsgevonden, houden hun kaken stijf op elkaar. Ik heb ook al gehoord dat het al gebeurd zou kunnen, dat het al gebeurd zou zijn voordat hij donderdag moest optreden. Dus ik vind het een beetje raar dat dat nu pas naar buiten komt, als dat donderdag al gebeurd zou zijn. Maar goed, we gaan er vast de komende dagen nog veel over horen. Misschien dat er vandaag nog informatie naar buiten komt. Maar ik hoef in ieder geval vanavond niet te kijken hoe Nederland het doet, want we doen niet meer mee. Goed, wel heel erg jammer moet ik zeggen. Ik vind het echt wel heel erg zonde, maar ja. Eerst maar eens al wachten wat er gebeurd is, als we dat überhaupt ooit te weten komen.
Ik heb gisteravond gekeken naar de Passion Hemelvaart. Het was wel heel erg mooi hoor. Ik was zo onder de indruk weer ook van Matteo van der Grij. Want die man die kan zo goed zingen. En nou weet ik wel dat hij ook jarenlang Soldaat van Oranje heeft gedaan. Maar ja, ik heb dat nooit gezien of zo. Dus hij kan echt heel goed zingen. Dus was eigenlijk echt heel indrukwekkend. Daarna heb ik nog even een spel gedaan. En toen ben ik mijn video in elkaar gezet en mijn blogpost geschreven. Die heb ik helaas niet afgekregen. Want ik had nog steeds problemen met het importeren van foto's. Ik kon ze op een gegeven moment proberen om naar mezelf te mailen. Nou, ik zag straks dat die vannacht een keer zijn aangekomen. Dus ik kon daardoor niet verder. Dus die probeer ik vanavond even af te maken. Toen ben ik verder gegaan met Botkin, de serie. Wel heel goed. En daarna ben ik met Scott en Bailey begonnen op Videoland. Dat is ook een politie-serie. Ja, één aflevering gezien. Ik vond het op zich wel grappig. Dus ik dacht, nou, dan ga ik dat wel kijken. Ik heb wel mijn vestje weer even aan. Ik had het toch een beetje fris. Maar er was nog iets heel erg bijzonders wat ik even jullie wil laten zien. Je kunt dit weekend het Noorderlicht zien in Nederland, zeggen ze. En dat heb ik dus gezien. En ik ga het jullie even laten zien. Je kunt het alleen zien door je camera op nachtstand te zetten. Zie je die rode gloed? Die rode gloed, dat zou het Noorderlicht zijn, zeggen ze. Dat is echt wel heel tof. En ik heb er ook nog een, die is meer groenig. Hier zie je hem iets meer groenig kleuren. En het was echt donker, hè. Dus dit zie je enkel als je de camera van je telefoon op nachtstand zet. Want anders zie je het niet. Maar ik vond het wel heel bijzonder om dit zo te zien. Dus ja, ik hoorde mensen daar buiten ineens over. Oh, ik zie het Noorderlicht. En je moet dit en je moet dat. Ik dacht, nou, ik zal ook even kijken. Maar toen zag ik het inderdaad. Nou, ik vond het wel heel bijzonder. Ik ga zo meteen stofzuigen en de boel even doen. En dan ga ik maar eens eventjes het bistro setje buiten zetten. Want dat heb ik ook nog niet gedaan. En het is nu nog wel mooi weer. Maar dan staat hij boven ook niet meer in de weg. En het kan nu prima naar buiten. Het is mei. En we krijgen vast nog mooiere dagen. Dus schijnt van de week wel weer wat meer regen aan te komen. Maar dan staat hij gewoon buiten. Hij kan prima tegen de regen. Dus dat ga ik doen. Dus ik ga jullie meenemen. Oh ja, trouwens. Kijk. Zien jullie dat plekje hier? Dat is mijn eczeem. Die zit dus nu aan de binnenkant van mijn vinger. Maar die is dus zo waarschijnlijk open gegaan dat dat zo zeer deed. Ik heb gisteravond ingespeerd met die vette crème. Maar, oh, dit doet zo zeer. Want ik merkte het. Ik draaide de kraan open in de douche gisteravond. En ik kwam er langs heen. Het voelde zo scherp aan. Dat ik dacht van, tandjes. Dit doet zeer. Dus ik ben hem nu weer steeds aan het insmeren. Maar het doet wel echt gruwelijk zeer. Goed, lang genoeg gekletst. We gaan eventjes de bistro set naar buiten doen. Ik ga even stofzuigen en nou, even wat dingen doen hier. Mijn setje staat er weer. Ik heb de kussentjes er nog niet op gedaan, omdat er wat slecht weer aankomt. Dus ik heb het even zo gelaten. Ik had wel weer ruzie met het uitklappen van die stoelen. Ik heb dit setje nu al een paar jaar. En elk jaar is het weer even uitvogelen hoe dat moest. Maar het is uiteindelijk gelukt. Dus het kan eigenlijk prima zo. Dus weer blij mee. Zo, weer klaar. Inmiddels is het vestje toch wel weer uit te gaan. Ik kreeg het toch wel warm nadat ik bezig was. Nou, zoals ik net al vertelde, had ik met de stoelen weer een beetje last. Maar het is uiteindelijk allemaal gelukt.
ja, ook nog even het zout bijgevuld voor mijn vaatwasser, want dat had ik nog niet gedaan. Ik heb de eerste vaat al gedraaid. Het kwam er echt super schoon uit. Het ging echt super goed, echt super tevreden over. Ik was helemaal verbaasd hoe mooi schoon alles was en heel glanzend. Ja, voelde echt heel fijn. En het is heel handig omdat de vaatwasser gaat dus uit zichzelf open als die klaar is. Dus dan staat hij al open en dan weet je ook dat hij klaar is. Ik weet dus niet of hij een piepje afgeeft, want dat heb ik niet gehoord. Maar dat ga ik de komende tijd al uitvogelen. Dus ja, wat dat betreft heb ik nu al heel veel plezier voor mijn vaatwasser in ieder geval. Was nog even naar boven gegaan, maar dat is nu niet te doen, want het is echt veel te warm boven. Dus nou ja, dat komt van de week wel weer. Het is nu 23 graden. Ik ga zo eerst even die plek weer insmeren, want die doet nu weer echt gigantisch zeer. Ik ga zo meteen in ieder geval eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Nou, ik kijk vanavond wel gewoon Marble Mania en daarna ga ik slechts een chauffeur kijken. Want ja, na het Songfestival hoef ik dus nu niet in ieder geval niet te wachten tot Nederland komt, want die komt natuurlijk niet meer. Ik las nu net zelfs dat er een kandidaat wil dat Israël ook gedisqualificeerd wordt. Dus volgens mij wordt het een heel gezellig sfeertje als ik het allemaal zo hoor. Maar ik ga het allemaal in het nieuws wel horen. Als ik een spelletje ga, dan nog even Disney Dreamlight Valley doen. Ik ga sowieso ook eventjes mijn vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. Daarna die blogpost verder afmaken. Dan ga ik weer Botkin kijken en daarna zussen. En dan ga ik lekker naar bed, nog even mijn boek lezen. En dan ga ik lekker slapen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want de batterij is ook bijna leeg. En dan ja, kan ik verder toch niet zoveel meer. Dus bij deze zou ik dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is vandaag 12 mei. Ik zit weer in mijn Ajax-shirt, want Ajax speelt zo tegen Almere. Dus ik ben wel benieuwd naar de wedstrijd. Het is natuurlijk moederdag. Eigenlijk doen wij er ook niet zo heel veel aan. Ik kan ook niet naar mijn moeder toe, omdat ik natuurlijk niet alleen erheen kan. En mijn moeder is ook niet thuis, want die is gewoon naar mijn oma gegaan. En ja. Ik had een cadeautje al. Dat hebben jullie in de vorige vlog kunnen zien dat ik een cadeautje voor haar had in elkaar gemaakt. En die gaat ze vandaag uitpakken. Dus ik hoor vandaag wel ergens wat ze ervan vond. Dus eigenlijk gewoon een rustige zondag, zoals de meeste zondagen. En dat is ook wel lekker. Nou, toch even terugkomen op het Songfestival. Er is op een gegeven moment gisteren toch een statement naar buiten gebracht wat er nou gebeurd zou zijn. Joost had aangegeven na zijn optreden van donderdag dat hij niet gefilmd wilde worden na zijn optreden. Hij had en haast, want hij moest heel snel naar de green room toe. En hij zat best wel hoog in zijn emoties, waardoor hij ja, er niet op zat te wachten om gelijk een camera op zijn snoet te krijgen. Tegen de afspraken in is daar toch een vrouw met camera verschenen die hem begon te filmen, waardoor hij meerdere malen heeft gezegd: niet doen, ik wil dit nu niet. Heeft hij echt meerdere malen gezegd. En die vrouw die bleef doorfilmen. Dus hij heeft een beweging gemaakt naar de camera toe. Maar hij heeft die vrouw ook niet aangeraakt. Het was niet op de vrouw gericht, maar echt op die camera van: hou je mee op. En die vrouw die heeft daar melding van gemaakt. Wat wel heel raar is, want het is 12 uur later gebeurd. Vind ik al wel een beetje bijzonder dat ik denk van: waarom moet je dan 12 uur later pas een melding maken als er al eerder wat gebeurd is? Ja, en daardoor hebben ze dus besloten om hem te disqualificeren. Wat in mijn ogen heel onterecht is. Als ik naar dit verhaal luister, denk ik van: dit is gewoon heel onterecht. En dat komt gewoon omdat je nu in de wereld zit, hè. Alles is tegenwoordig grensoverschrijdend gedrag en alles. Ja, en dat gedrag pikken ze dus blijkbaar niet bij het Songfestival. Ik heb zelf wel het idee dat er misschien nog wel wat meer aan te pas zou kunnen komen. Ik zit nu even te kijken omdat Ajax opkomt en die ene speler heeft zo'n klein kindje vast in een Ajax-shirt. Het is zo schattig. Ik denk bijna dat het zijn eigen kindje is. En Brobby deed even zo over het wangetje van dat kindje. Dus ja, ik vind het zelf heel onterecht. Maar ja, weet je, de meningen zijn heel erg oververdeeld. Er zijn ook heel veel mensen die vinden het terecht dat hij eigenlijk daardoor gedisqualificeerd is. Ja, ik ben het daar zelf niet mee eens. Maar dat is gewoon verschil van persoon en verschil van mening. Ik vind het allemaal heel raar. Hij was tweede geworden trouwens donderdag bij het Songfestival. Dus ik hoop eerlijk gezegd gewoon dat Nederland uiteindelijk toch zegt: volgend jaar, we doen niet mee. Omdat dat gewoon, denk ik, het beste is om een statement te maken. De Avrotros heeft wel, is er in beroep tegen gegaan. Maar ja, dat had voor Joost geen effect meer, want ja, hij mocht toch al niet meer meedoen. En er was ook een petitie gestart, die is heel vaak getekend. En uiteindelijk
Ja, is zijn Instagram ook weer heel erg gegroeid. Maar nee, het had allemaal geen uitwerking meer. Degene die het Songfestival gewonnen heeft, die had al wel zijn prijs laten vallen, begreep ik. Dat is ook wel bijzonder. Ik heb gisteravond gewoon gekeken naar Knikkeren. Ja, met Gooise meisjes. Ja, of Gooise moeders moet ik zeggen. Ik vind Pauline zat er ook bij. Ik vind haar heel druk. Ik vond haar bij de Meilandje al heel druk. Mijn moeder die zegt misschien is dat ook een manier dat zij haar verdriet een beetje verwerkt. Omdat zij een kindje heeft verloren. Wat natuurlijk ook wel heel erg is. Maar ze is zo druk dat het op mij een beetje vervelend overkomt. Bo vond ik wel een leuk persoon trouwens. En daarna heb ik eventjes Slechtste Chauffeur van Nederland teruggekeken. Toen heb ik nog even lekker Disney Dreamlight Valley gedaan. Toen ben ik mijn video gaan of mijn vlog gaan editen, maar dat zat niet helemaal mee. Want hij gaf op een gegeven moment aan dat de computer vol was. En toen moest ik even de bibliotheek verwijderen. Die moest ik op mijn harde schijf zetten, zodat ik hem van daaruit kon importeren. Duurde allemaal heel lang. Het wilde nog steeds niet vlotten met de foto's voor die blogpost. Dus het loopt allemaal even niet zo soepel. Daarna ben ik Botkin gaan kijken en toen weer Zussen. En ik hoor van heel veel mensen van dat ze het vinden afzwakken. Maar ik vind het juist nog steeds wel heel mooi worden. Maar ik loop wel een paar afleveringen achter. Dus ja, ik vind het wel een mooie serie. Ik ga nu lekker genieten van Ajax. Ik ga zo even groenten afhalen en even stofzuigen. En straks gewoon foto's maken. Dus ik laat straks de fotospullen zien. Maar nu eerst eventjes hopen dat Ajax een goede wedstrijd speelt tegen Almere. Dus dat is eigenlijk vandaag mijn planning een beetje. De fotospullen. Ik heb hier een overnight repair serum van Max & More. Dat kunnen mijn nagels wel gebruiken. Die zijn momenteel heel droog. Dan heb ik hier een Magic Contour & Glow Stick van Catrice. En het Mickey & Friends Eyeshadow Palette. Dus hier ga ik nu eventjes foto's van maken. Ajax is afgelopen. Ze hebben met 3-0 gewonnen. Echt wel heel erg goed. Ze gingen in één keer 3 goals achter elkaar vrij snel in. Dus dat was wel heel mooi. Ze hadden net nog even een prijsuitreiking. Er werden 2 prijzen uitgereikt aan spelers. Dus dat was ook wel mooi. En daarna nam John van Schip nog even het woord om ook de fans te bedanken. Dat ze altijd achter Ajax blijven staan. Dus dat was natuurlijk ook wel super aardig dat hij dat toch even doet. Want was de laatste wedstrijd in de arena. Want volgende week moeten ze naar Vitesse. En dat is dan de laatste uitzending. Uitzending, nee, laatste wedstrijd. Maar ik ben wel heel blij dat ze gewonnen hebben. Ik heb de foto's klaar. Ik heb ondertussen ook nog wat dingetjes. Die waren kapot. En dat zijn dan vaak van die BH's waar de beugel uitkomen. Maar dat zijn dan toch van die BH's die zo lekker zitten. Dus die heb ik allemaal eventjes weer gemaakt. Die lagen er al een tijdje. Ik dacht, moet echt weer even gebeuren. Ik dacht, nou weet je, kan ik nu gelijk wel eventjes doen terwijl ik voetbal kijk. Dus dat heb ik ook eventjes gedaan. Dus dat is ook wel weer fijn. Katten hebben net gegeten. Tuigertje had weer geen trek. Ik denk dan ook wel dat het een beetje te maken heeft met het weer hoor. Dat het warme weer ook wel invloed op hun heeft. Het was vandaag ook wel weer. Het is vandaag ook best wel weer wat warmer. 24 graden. Ja, dat is nog 2 dagen. Dan gaan de temperaturen weer wat zakken. Ik ga nu in ieder geval even wat drinken. Dan ga ik even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik gewoon weer de code van Koppens. En ik denk dat ik daarna nog eventjes wat terug ga kijken. En sowieso even verder gaan met Disney Dreamlight Valley als er weer nieuwe questen komen. Nou, ik ga mijn foto's bewerken. Mijn nagels even doen. Ik wil nu echt even die blogpost nog afkrijgen. Dan ga ik lekker Botkin kijken. En daarna weer zie je zij waar ik ook wel weer zin in heb. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Dus ja, alleen vanavond nog even lekker mijn boek lezen. En dat is ook wel weer heel lekker. Maar goed, ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is vandaag 13 mei. Ik ben klaargemaakt. Als je achtergrondgeluid hoort, dat is de ventilator. Oh, dat heb ik weer. Ik heb mijn shirt aangetrokken, maar deze zit gedraaid. Nou, ik ga hem nu niet meer helemaal ervoor verruilen. Maar dan moet ik de volgende keer wel even naar kijken. Nu maakt het niet uit, want ik ben thuis. Ik hoef niet de deur uit. Ja, ik moet straks eventjes naar de kliko, maar lekker boeien. Dat maakt niet uit. Maar ik had dus de ventilator naar beneden gehaald. Want het is hier in huis nu 23 graden. Ik vond gisteren toch wel heel erg vies benauwd warm. En ik heb eigenlijk 2 ventilatoren. Die andere ligt nog boven. Die heb ik in een zak gestopt. Dus die moet ik nog eventjes erbij pakken. Die heb ik dan altijd op mijn dressoir staan. Nee, niet op mijn dressoir. Op het tv-kastje.
Dus nu verschuif ik hem gewoon steeds van de woonkamer naar de slaapkamer. Ik heb vannacht ook voor het eerst met de ventilator aangeslapen. En dat was toch wel heel fijn hoor. Ik merkte toch wel dat ik het ja, toch wel aangenaam vond om wat te doen. Dus ja, eigenlijk verder wel lekker. Ik heb gisteravond gekeken naar de Code van Koppens. Dat was wel weer leuk. Ik vond het wel een beetje een enge kamer. Want het was met ja, een beetje een acteur. Die speelde zijn rol heel goed. Maar die zag er ook echt heel eng uit. En die jongens die moesten ook wel gillen. Dat was ook wel voor die jongens. Want het was weer met die Gooise meisjes. En ja, dat vertelde ik gisteren al. Ik ben er niet zo'n groot fan van, of Gooise moeders. Dus die deden ook mee, maar het was wel leuk. Ik heb daarna nog even het jaar van 1974 aangezet. En ondertussen nog even Disney Dreamland Valley gedaan. Kwam ik niet echt ver mee, want ik had geen questen. Dus ik kon niet echt wat doen. Ik liep eigenlijk een beetje doelloos rond. En dat komt omdat je dingen soms moet vrij spelen. Heb je dan weer bepaalde punten voor nodig en die had ik niet. Dus nou ja, dan moet ik gewoon weer andere dingen gaan doen. Maar dat komt ook wel weer goed. Ik heb ook mijn nagels gedaan. Ik doe eventjes mijn broek over mijn sokken. Ja, ik heb nog steeds gewoon mijn lange sokken aan. Ik heb nog geen enkel sokjes aan. Maar ja, weet je, het is nog een paar dagen en dan koelt het weer wat af. Mijn nagels zijn deze kleur. En dit is een lakje van Essence van de Mickey Mouse collectie. Daar ga ik trouwens een video over opnemen vrijdag. Omdat de collectie online nog steeds te koop is. En deze heet de naam 02 Fubi. Ik weet het niet, ik kan het niet zo goed lezen. Maar ik vind het wel een leuk kleurtje en Donald Duck staat erop. Het zou ook leuk zijn om bijvoorbeeld dan deze nagel een glittertje te geven. Maar ik heb nu zoiets, nou, dat vind ik leuk met de feestdagen, maar nu even niet. Ik heb mijn foto's bewerkt, nog even één nieuwe maken. Toen ben ik Botkin gaan kijken. Was ook wel weer heel spannend. En daarna zie je zij. Eindigde super spannend, maar ik ga nu vanavond naar een nieuw seizoen. Ik ga nu zometeen eventjes lekker de boel doen. De kat bakken, de douche. Jij hebt iets zwarts in je vachtje. Kom eens. Oh, het is niks bijzonders. En nou, wasjes moeten nog opgevouwen worden. Er is nog van alles te doen. Ik moet even een was aanzetten. Dus dat gaan we zomaar eens eventjes doen. Dus ik neem jullie wel weer mee vandaag. Dus tijd om even wat te gaan doen. Zo, ik ben weer klaar. Ik ben er een beetje moe van, maar ik had het op een gegeven moment heel erg warm. Want ik heb dus wel gewoon een spijkerbroek aan. Eigenlijk zit het nu gewoon te warm. Maar ik zag wel dat het af en toe een beetje betrok het weer. Dus ik ga ervan uit dat het ja, straks eigenlijk wel misschien wat regen komt. Ik hoop het in ieder geval heel erg. Ik heb de tegeltjes van de badkamer ook helemaal gedaan. Ik heb zeg maar gewoon een dwelnat gemaakt en die op zo'n stok gedaan. Toen heb ik alle tegeltjes helemaal afgenomen. Ja, dan komt er ook best wel wat stof vandaan. Dus dat is ook wel weer lekker dat dat gedaan is. Maar ik kan er zo niet bij. Dus ik moet alles met een stok doen. Want het is allemaal te hoog voor mij. Maar verder is alles weer lekker klaar. De gang helemaal goed gedaan. Lekker gestofzuigd, gedweld. De douche is ook weer schoon. De was is klaar. Dus wat dat betreft ging het eigenlijk allemaal best wel lekker. Maar ja, je merkt toch dat je wat slomer bent. Omdat je met dat warme weer dat je minder vooruit te branden bent. Omdat ik er lekker mijn muziek aan heb. Kwam het niet allemaal eventjes lekker door. Maar goed, het is allemaal gelukt. Ik ga nu zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik gewoon meester Frank Visser. Gisteren werd trouwens bekendgemaakt dat zijn vrouw overleden was. Dat vond ik wel sneu. Zij woonde al niet meer thuis. Want ja, zij had Alzheimer, dacht ik. Dat was al wel bekend. Maar nu maakte ze gisteren bekend dat zijn vrouw overleden was. Dus ook alweer sneu natuurlijk. Daarna nog even een spelletje doen. Dan ga ik eventjes nog die foto straks maken. En dan eventjes mijn blogpost schrijven.
Dan ga ik verder met Botkin en daarna weer zie je zij. Ik ben wel heel benieuwd hoe dat nu verder gaat naar de afsluiting van het seizoen wat ik gisteren keek. En nou, dan ga ik nog eventjes lekker naar bed om mijn boek te lezen. Ik denk wel weer dat de ventilatie meegaat. Dus nou, dat wordt in ieder geval de avond. Ik ga die dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen dan eventjes lekker relaxen. Want ik moet even uitrusten. Ik ben een beetje moe. Ik heb de ventilator inmiddels op standje 3 gezet, dus die staat nu lekker te waaien. En dan hoop ik gewoon dat het vanavond eventjes lekker gaat regenen. Maar goed, dat ga ik wel zien. Bij deze zeg ik in ieder geval tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is vandaag 14 mei. Ik ben klaargemaakt. Het is onwijs warm, want het is nu, even kijken, 26 graden. Je hebt geluk dat er nog een klein windje bij staat, anders zou het niet te doen zijn. Vanmiddag gaan de klokken, die gaan massaal Europapa spelen om te laten zien dat ze achter Joost staan. Er is inmiddels bekend geworden dat de EBU de disqualificatie laat staan. Dat betekent ook voor de AVRO-TROS dat ze verder ook niks meer kunnen qua schadevergoeding of iets. Inmiddels is er ook een verhaal bekend geworden dat hij een camera gesloopt zou hebben. En dat dat dus de reden zou zijn voor de disqualificatie. Maar ja, eigenlijk niemand bevestigt het. Maar hij schijnt wel vervolgd te gaan worden in Zweden in vorm van een geldboete. Want als hij naar de gevangenis zou moeten, bleek, zou hij allang gezeten hebben. Maar je kan daar dus wel 2 jaar voor krijgen in Zweden. Die regels zijn daar best wel heel anders als in Nederland. Ja, of het ooit duidelijk wordt, weet ik niet. Ik denk toch van, ja, er zouden toch bijna beelden van moeten zijn. Want ja, het kan natuurlijk ook zomaar zijn dat als hij een gebaar naar de camera heeft gemaakt, dat die mevrouw zelf die camera heeft laten knallen. Maar ja, misschien heeft hij wel echt gesloopt. We weten het niet, we zullen het niet weten. Maar het was echt zo van, ja, eerbetoon aan Joost. En toen dacht ik van, oké, maar dit klinkt wel net of dat hij er niet meer is. Dat is natuurlijk gelukkig niet zo, maar hij is voorlopig denk ik wel eventjes uit de picture verdwenen en ik weet niet of we ooit nog zullen horen wat het hele verhaal zal zijn. We wachten het wel af. Gisteravond heb ik gekeken naar meester Frank Visser. Dat was best wel, ja, ik vond het ergens ook wel, ja, ik weet het niet zo goed. Het ging over een dame die woonde naast een bakkerij. Die bakkerij is gaan uitbreiden en sindsdien had zij last dus van geluiden. Zij sliep inmiddels beneden, want ze was ziek geweest, waardoor haar benen uit waren gevallen en inmiddels kon ze gelukkig wel weer lopen, maar daardoor durfde zij niet meer boven te slapen, omdat ze bang was dat als het weer zou gebeuren en ze op dat moment boven zou zijn, dat ze geen kan meer op kon. Maar uiteindelijk bleek dus uit de papieren dat de benedenverdieping niet als slaapvertrek gebruikt mocht worden. Dat vond ik wel een beetje raar. Ze zat ook echt door meester Visser heen te praten. Zo van, ja, nou, maar ik moet wel zelf aangeven wat mijn lichaam aan kan. Nou, dat is ook prima. Uiteindelijk mocht ze dan eigenlijk niet klagen als zij er toch voor koos om beneden te slapen. Maar wat ik heel triest vond aan het einde, die mevrouw die was heel kort naar de opnames ook overleden. Dus dat vond ik wel een beetje triest. Dat gaf een beetje een zwart randje aan die uitzending. Nou, ik heb verder gewoon even een spelletje gedaan. Ik heb een laatste foto bewerkt en een blogpost geschreven. Toen ben ik Botkin gaan kijken, wat wel steeds spannender wordt. En daarna nog zie je zij. En dit was zo grappig, want ik zag Justin Bieber. En ik dacht ineens, hey, ben je het nou of ben je het niet? Nou, hij was het dus wel. Dat was wel heel grappig, maar hier was hij nog heel jong. Want hier had hij nog dat, ja, ik heb een foto ervan gemaakt. Wacht, ik ga hem laten zien. Hij had dat herkenbare kapsel, had hij, zeg maar. Dat Justin Bieber kapsel, kijk. Nou, dat was Justin Bieber in CSI. Daarna nog even lekker mijn boek gelezen, toen ben ik gaan slapen. Ik klink een beetje verkouden. Ik heb sowieso heel erg last van de hooikoorts, maar ik merk nu ook dat ik heb met de ventilator aangeslapen. Ik heb ook echt heel slecht geslapen, want ik heb heel raar gedroomd en ik werd wakker. Ik had het bloedheet en toen trapte ik de deken af. Toen kreeg ik het weer koud. Dus het is een beetje deken af, deken weer terug en ik weet het allemaal niet. Toen ben ik even naar de wc gegaan. Uiteindelijk heb ik nog wel even geslapen, maar het was niet heel fijn. Ik heb de vaatwasser net aangezet, want ik had ook mijn pannen en zo erin. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe die eruit komen. Want mijn glazen en alles, die kwamen er zo schoon uit. Zo lekker. Dus ik ben nu ook alle glazen probeer ik nu even te gaan gebruiken, zodat alles een keer weer in de vaatwasser kan. Goed, ik ga zo even video's opnemen en daarna nog even diamond painten. Dus ik neem jullie gezellig mee. Dus dat ga ik nu even doen, maar eerst even stofzuigen en zo. Thank you.
Zo, inmiddels alles klaar. Twee video's opgenomen, dat was wel lekker. Heb ik ook al eens een boekenvideo gedaan en een video over zaterdag. Dat ging eigenlijk allemaal wel goed. Katten hebben net lekker gegeten, dus dat is ook wel lekker. En Diamond Painting ging ook eigenlijk wel lekker. Was wel even fijn om weer mee bezig te zijn. Ik ga nu zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Ik zie wel dat de zon af en toe weggaat. Dus ik ben benieuwd of er nog regen komt. Gisteravond overigens niks gehad. Dus dan moet je gewoon even zelf de plantjes steeds water blijven geven. Want anders dan gaat het natuurlijk niet goed. Dus ik ben benieuwd of er dan toch eerdags nog wat komt. Ze zeggen het wel, dus we wachten het wel af. Vanavond kijk ik gewoon Kees van der Spek als dat er nog is. Ik ga sowieso nog even een spelletje doen. En daarna eventjes, ik moet eigenlijk ook nog een was opvouwen. En dan ga ik lekker mijn vlog afmaken en mijn foto's bewerken. Lekker Botkin kijken en daarna zie je zij. Want ik ben nu natuurlijk wel benieuwd hoe dat verder gaat met die Justin Bieber. Want die had er meer mee te maken dan het leek, als ik dat gezichtje zo zag. En daarna ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. En daar begin ik ook wel steeds lekkerder in te komen. Dus dan... En ik hoop dat ik iets beter slaap vannacht. Want ja, het gaat morgen wel iets koeler worden. We gaan het wel zien. Ik ga bij deze in ieder geval de vlog afsluiten. Ik hoop dat je dit weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Drop het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat de rode button. Daarnaast staat een belletje. En als je die aanklikt, krijg je de melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!